Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie de derde verhuisvideo of de derde verhuisvlog. En als je er zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. In deze verhuisvideo gaan jullie zien een hele uitgebreide roomtour dat ik alles ga laten zien. Ik ga ook proberen van heel veel spullen te benoemen waarvan het is. Nog niet alles is af, dus daar moet wel een beetje rekening mee gehouden worden. Maar ik had ook posters gekregen van Decennio, die je bijvoorbeeld hierachter ziet. Die je ook al in de weekvlogs hebt kunnen zien. Ik wilde heel graag deze video gewoon lekker op tijd online zetten. Door het huis heen ga je best wel veel Decennio posters zien. Want ik had dus een wand gekozen voor mijn kamer. Toen hadden we ook nog uitgezocht voor in de woonkamer. En Celia heeft ook uiteindelijk posters op haar kamer gedaan. Ook van Decennio en Eline ook. Dus de posters zijn daarvan. En ook met mijn code Janette krijg je 30% korting tot en met donderdag 18 februari. Dus dat is echt heel erg veel. Dus dat ga je allemaal terugzien in deze vlog. Als eerst wilde ik nog even één ding zeggen, omdat er best wel veel vragen waren. Ik woon dus samen met 3 andere huisgenoten. Met Celia, Noor en Eline. Er was ook best wel veel vraag over hoe we dit konden betalen of verbouwen en allemaal dat soort dingen. Maar de opa en oma van Celia hebben het dus gekocht, hebben het verbouwd en nu verhuren ze het aan ons. Dus ik betaal gewoon huur en mijn huisgenoten dus ook. Dus daarom. Ik ga jullie ook even nog wat handige tips geven. Oké, ik ben weer in mijn kamer. In ieder geval, er hangt nu een spiegel op de deur. Er staat een kastje. De andere kast. En ik heb ook nog de posters van Decennio. En ik dacht, ik heb wel zin om dat nu heel eventjes te gaan doen. En die wil ik graag op deze muur. Dus dat ga ik nu doen. En ik ga ze dus hier achter mij ophangen op dit lege muurtje. Dit zijn de lijsten die ik heb besteld. Die ga ik nu eventjes openmaken. Dit zijn de posters die ik heb besteld. Ik heb allemaal beige tinten. Ik heb één met hele mooie golven, omdat ik dat heel erg mooi vond. Deze bloem vind ik echt prachtig. Dan heb ik nog een quote. Vond deze heel erg mooi. Er was ook nog een andere die ik zo mooi vond, maar die was er helaas niet. En dan ook nog deze met champagneglazen. En omdat ik een beetje bruin tinten heb, denk ik dat dit heel erg mooi gaat worden. Oké, ik heb ze dus nu neergelegd hoe ik ze wil ophangen. En ik denk dat ik het zo wil. Ik hoop dat je het een beetje goed ziet. De eerste 2 posters hangen. Ik wil nog even een tip geven. Ik doe altijd met een potloodje even snel een streepje. Zodat je precies kan zien waar je moet ophangen. En ik plak het dus op met dubbelzijdig tape. Zodat je geen gaten in de muren hoeft te boren. En blijft heel erg goed hangen. Oké, het eindresultaat hangt. Ik zal het morgen in het licht wat beter laten zien. Ik ben echt heel erg blij met het eindresultaat in mijn kamer. Want het past er gewoon heel erg goed bij. Omdat het natuurlijk in die bruin tinten is. En ik vind gewoon de posters heel erg mooi bij elkaar passen. En je hebt gewoon heel erg veel keuze. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ga nu de huistour opnemen. Ik wil wel nog even erbij zeggen dat niet alles af is. Dus dat wil ik nog wel eventjes zeggen, zodat jullie dat weten. En als het wel af is, dan laat ik dat in de weekvlog zien. Als eerste kom je hier binnen. En dan hebben wij een gangetje. Deze gang staat nu helemaal vol met spullen. Omdat de deuren nog geplaatst moeten worden. Dus de deuren staan daar. Dan hebben we de schoenen hebben we hier staan. Hier staat nog de slee. Er staan nog wat verhuisdozen. En dan hebben we hier voor iedereen een hangertje. Dus dan bijvoorbeeld deze is van Noor. Deze is van C, dacht ik. Deze is van mij. En dan is deze van Eline. En dan kan je hier dus naar boven. En dan hebben wij dus op de trap hebben wij tapijt liggen in een soort donkergrijze kleur. En dan ga je zo naar boven. Als je boven bent, dan heb je dus gelijk allemaal verschillende ruimtes. Ik zal het eventjes een beetje zo laten zien. Maar als eerste heb je hier gelijk de wc. De leuningen moeten ook nog komen. Nou, hier heb je dus de wc. En hebben we hier een klein kastje. En de wc dus. En een geurkaarsje. En voor de rest hebben we dus dit hier staan op de wc. Niet heel bijzonder. Wel hele mooie witte tegeltjes. Dan hebben we dus hier de woonkamer. En hier komt dus die deur die beneden stond. Dus dan weten jullie dat. En in de woonkamer hebben wij een beetje gekeken naar rolstint. Omdat we dat heel erg mooi vinden. En als het licht uit is, dan ziet het er zo uit. Vind ik
persoonlijk wat gezelliger. Maar om het nu even goed te laten zien, doe ik het licht weer aan. Nou, als je de woonkamer binnenkomt, hebben we hier gelijk een kastje. En dan hebben we daarboven allemaal spelletjes staan. Die we gewoon met z'n allen spelen. Heel erg leuk. Dan hebben we hier alle wc-rollen staan. Die zijn ondertussen wel een beetje op. En de TikTok-lamp die we dan soms aandoen. En voor de rest staan hier mijn schoenen. Dus die staan allemaal in dit kastje. En dan hebben we hier heel erg leuk de klok hangen. Als ik niet weet waar het van is, dan zal ik het in beeld zetten. Dus de klok. En dan hebben we hier hele leuke stoelen met een kussentje die eigenlijk bij de bank hoort. En een leuk kleedje. Dus dan heb je dit hoekje. En dit liep dus eerst door. Als je de andere verhuisvlogs hebt gezien. Maar daar ook nu dus behang. Dan hebben we nog een ander kastje. En in dit kastje staat al het servies. We hebben dan boven hebben alle wijnglazen, normale glazen. Hier hebben we de borden. Deze zijn allemaal van Xenos. En hier nog meer bekers, borden. En daaronder hebben we de schoonmaakspullen zoals de stofzuiger, stoffer en blik. En nog wat boekjes wat er allemaal in zit. Nou, dan hebben we hier een hele leuke lamp. Die kan ik ook wel eventjes aanzetten. En dan hebben we hier de bank. En deze bank was van DWS banken of zo. Ik zal het in beeld zetten. En dan hebben we hier weer een roze kussentje en een roze kleedje. Wat wel heel erg gezellig is. En dan hebben we voor de bank hebben we dus drie salontafeltjes staan. Deze komen van Marktplaats. Deze komt van de Albert Heijn. Deze komt van de Sissy Boy. Deze ga ik in beeld zetten. En dan hebben we gewoon een vaas hier staan. Maar dit verandert soms ook. En dan hebben we daar de andere lounge stoel staan. Dan staat hier tv-meubel. Deze is ook van de Xenos. En de tv, de hele grote tv die erop staat. En dan hebben we hier nog wat gezellige kaarsjes. Dit lijstje is ook van de Sissy Boy. En hebben we nog een leuk plantje. En hier hebben we dus al onze sleutels en zo in liggen. Nou, en als je dan doorgaat, hebben we hier dus de eettafel. Deze eettafel is volgens mij de moeder van Seda zelf in elkaar gezet. En deze leuke stoelen. En we hebben dus stoelen in het zwart, in het grijs en een beetje lichtgrijs. En als er iemand nog extra blijft eten, dan zetten we de tafel een stukje daarheen. En dan kan daar dus nog iemand eten. Dan hebben we dit als cadeautje gekregen van Yves. En nog een leuke vaas met bloemen. Deze bloemen heb ik van mijn vriendinnen gekregen, maar die stonden hier wel heel erg leuk. En dan hebben we hier de posters van Decennio. En dan hebben we hier 75, 30, 40 en een A4'tje. Dus dan weten jullie dat. En als je dus hier naar buiten kijkt, hebben we een klein balkonnetje met sneeuw nog. En dit is het uitzicht. Het is best wel gewoon afgelegen. Dus dat is heel erg fijn. En dan hebben we hier een plant. Deze plant is wel nep. Ik weet eigenlijk niet waarvan die is. Dat zal ik ook allemaal gewoon in beeld zetten. En dan hebben we gelijk aan de woonkamer hebben we de keuken. Oké, dan hebben we hier dus de keuken. We hebben hier dus twee grote kasten. En we hebben allemaal een eigen plank. Dus bijvoorbeeld die plank is van Celia. En deze is volgens mij van Noor. En dan daarboven hebben we gewoon een gezamenlijke plank. Dus daar zet je gewoon je eigen spulletjes op die je zelf hebt gekocht. Dan hebben we hier het koffiezetapparaat. Dan hebben we lege flessen. En deze hebben we ook van Eifeke gekregen voor de koffiecupjes. Dan hebben we hier nog meer planken. Deze is van Eline. Deze is van mij. En hieronder gewoon gezamenlijke dingen zoals stroop, poeder, suiker, thee, dat soort dingen. Want dat gebruiken we dan gewoon gezamenlijk. Dit is de nieuwe prullenbak, want we hadden echt de kleine prullenbak. Dus we hebben nu even een grote gekocht. En we hebben hier een kruk. Dan op het aanrecht hebben we broodrooster, waterkoker, keukenrol en allemaal dat soort dingetjes. En dan hebben we, hier hebben we alle schoonmaakspullen staan. Hier hebben we placemats en allemaal dat soort dingen. Hieronder hebben we dus nog twee extra prullenbakken. Dan hebben we hier de vaatwasser. En dan hebben we hier een combi-oven magnetron en een fornuis. En daaronder liggen bakvormen en allemaal dat soort dingen. Ovenschalen. En de mixer, het bestek ligt daar. En hier nog meer dingen. Nou, daarboven op hebben we messen en peper en zout staan, kookboeken, recepten en allemaal dat soort dingen. In dit kastje staan de gezamenlijke producten, zoals met kruiden en allemaal dat soort dingen. Dan hebben we daarnaast ook nog twee kastjes. Hier staan de mixer, alle plankjes, alle borrelplanken, snijplanken, de airfryer. En dan hebben we één kast helemaal vol met pannen. Heel, heel veel pannen.
Ik weet niet waarom, maar wel genoeg. En dan hebben we daar ook nog andere dingetjes zoals kaasschaaf en pizzaroller, schaar, dat soort dingen. En dan hebben we hier de koelkast. En bovenop de koelkast hebben we dus het eetrooster. En dit vullen we dus elke week in. En als je mee eet, dan zet je je eerste letter erachter. En als je kookt, dan staat er dus een streepje onder je naam. En aan de andere kant hebben we dus wat je moet schoonmaken. En dit verandert dus elke week. Dan hebben we hier een kleine vriezer. En hier leggen we gewoon alles in. Ook al is het van jezelf, gewoon allemaal bij elkaar. En de koelkast hebben we ook allemaal een eigen plankje. Deze plank is dan van mij. En dan de la gebruiken we voor gezamenlijk. Net zoals de deur, dat is ook dan voor gezamenlijke dingetjes. Dit kleedje is van de Action. Dat weet ik omdat ik die mee heb genomen. Maar de rest weet ik niet. Nou, dan was dit de woonkamer. En dan heb je hier op de gang en dan ga je naar Celia-kamer. En hier komt dus ook nog een deur. En die staat dus beneden. Die wordt echt ergens deze dagen neergezet. Ik ga dit gewoon even kort laten zien. Nou, een heel leuk salontafeltje met bloemen en een schaal met leuke kaarsen. En deze bank stond eerst in de woonkamer. Die is van de IKEA. En deze tafeltjes zijn van de Leen Bakker. En ze heeft hier dus een klein bureau met deze stoel die je ook weer in de eetkamer kan zetten. En Decennio posters. Deze drie gaat ze boven haar bed hangen, maar de lijsten moeten dus nog binnenkomen. En dan heb je hier gewoon uitzicht op de straat. Daar is weer een salontafeltje van Leen Bakker. En dit bed was van... waar was dit bed van? Durf het niet te zeggen. Ik zal het neerzetten. En dan het dekbed overtrek is van de IKEA met leuke kussentjes erbij. En dit kledingrek is ook van de IKEA. En ze heeft dan hier... twee van die ingebouwde kasten voor haar kleding. Dat ga ik niet helemaal laten zien. Maar dat zit dus vol met kleding en ondergoed en tassen. En dat heb je ook aan deze kant. Hier nog een leuke spiegel. En deze spiegel weet ik ook niet van waar die is. En daarachter hangen weer behang. Wat je ook aan de andere kant hebt. Dus dat is deze kamer. Dan hebben we een trap naar boven. En als je boven komt heb je dus vier deuren. Een badkamer, slaapkamer, nog een slaapkamer en nog een badkamer. En ik zal de eerste badkamer laten zien. Deze is van Eline en van Noor. Nou, dit is dus de badkamer met nog een wc. En dan heb je dus hier een spiegel. En deze kan je ook open doen met gewoon eigen producten. En dan hebben we verschillende laden. En dan hebben ze hier hun handdoeken hangen. En hier de douchekop en... allemaal dat soort dingen. Dan zit hier Noorderkamer. En hier zit Elinerkamer. En Eline heeft een beetje ook beige en wit tinten. Wat ik ook in mijn kamer heb. Heel erg leuk. Dus dan heeft ze een bed van de IKEA. Die kussentjes zijn van Shein. Dit kleedje heb ik ook. Volgens mij had zijn van de... Nou, ik heb hem van de H&M. Daar heb je hem in ieder geval ook. Dan zo. En deze posters zijn ook weer van Decennio. En dan zijn dit bureau en die stoel zijn volgens mij ook van de IKEA. En het bed ook. Maar als ik het fout heb, zet ik het gewoon in beeld. En dan deze kast. Die ga ik niet helemaal van de binnenkant laten zien. Maar zij heeft dus ook een beetje die beige en wit tinten. Heel erg leuk. En als je dan weer hier naar buiten gaat, heb je dus de volgende badkamer. En deze badkamer is van Celia en van mij. En wij hebben dus eerst gelijk de douche. En dan heb je een bakje van Celia en mijn bakje, die staat dus hier. En als je dan verder kijkt, dan hebben we, ja, dit is om te wassen en een kleedje en voor onze handdoeken. En dan hebben wij hier ook de wastafel. Nou, hier staan dan mijn spulletjes. En Celia heeft dan haar spulletjes hier staan. En dan hebben wij allebei de helft gedaan. Dus, nou, dit is dan bijvoorbeeld mijn kant en daar van C. En in die andere lade is dit dan van mijn kant en dan is dit weer van Celia. En als je je dan omdraait, hebben we hier allebei een wasman. Die is van mij, die is van Celia. En dan hebben we een wasmachine en een droger. En hier wordt dus nog een plank opgehangen en dan kunnen we daar handdoeken en wasdingen allemaal opleggen. Dus dat is heel erg handig. Nou, dan was dit de badkamer en dan hebben we ook nog zo'n hanger voor aan de deur. En dan zijn die eerste drie van C en deze van mij. En dan heb ik hier gewoon mijn badjas en zo aanhangen. En spullen die Ijf is vergeten. En als je dan nog één naar boven gaat, heb je dus mijn kamer. Dus ik moet heel veel trap lopen. Mijn kamer is ook nog niet helemaal af. Nou, als eerst heb ik dus een schuifdeur. Dus dat geeft, ja, dat scheelt heel veel ruimte. En als je dan binnenkomt, zie je dit. En ik ga gewoon vertellen wat ik ook nog wil in mijn kamer. Als eerst wil ik even een momentje nemen voor het mooie uitzicht. Hier zie je dus Den Haag, heel erg leuk. Dus dan de deur waarmee je binnenkomt, die zal ik even dicht doen. En op de deur heb ik dus een spiegel geplakt met dubbelzijdig tape, heel erg handig.
Dan heb ik hier een klein hoekje en daar heb ik mijn statief staan en mijn ringlamp. En als je dan zo gaat... Nou, mijn bed is dus van Beter Bed. Dit is van H&M Home. De kussentjes zijn van de Zara en mijn dekbed is van de IKEA. Daarboven hangt een airco voor warme en koude lucht. En dan heb ik hier bijvoorbeeld mijn sokken in zitten en nog veel meer andere spulletjes. En dan zit hier ook nog aan allebei de kanten ook nog een hele grote la. Dus heel veel ruimte. En dan heb ik hier dus mijn posters van Decennio hangen. Heel erg blij mee, omdat het gewoon heel erg leuk bij mijn kamer past. Hier komt dan nog een krukje van de Xenos als een soort nachtkastje. Dan heb ik een rieten mand, die is van de IKEA. Dan heb ik een make-up tafeltje die je ook open kan doen. Die kan je zo doen, dan heb je ook gelijk een spiegel. Deze is ook van de IKEA. En hier komt dus nog een stoel van de Xenos die ook onderweg is. Nou, dan ligt hier de leuning die nog bij de trap moet. En dan heb je hier de schuine kant van mijn kamer. Waar ik dus hier een bankje wil gaan neerzetten. Een slaapbankje, die moet ook nog komen van de IKEA. En daarnaast is mijn lamp van de Xenos en die wil ik hier hangen. Dus die komt daar nog. Voor de rest heb ik ook nog spotjes in mijn kamer. Maar die moet dus nog daar komen te hangen. Dan heb ik verder een ingebouwde kledingkast. Dus het is wel een beetje rommelig als je het niet opruimt. Maar het zit ook een beetje om het hoekje. Dus je ziet het niet gelijk. En ja, als ik hier een keer een aparte video of zo over moet maken, dan is dat prima. Ik heb in ieder geval daar mijn broeken, kleding hangen. Ja, gewoon shirtjes en mijn tassen daaronder. Maar hier kunnen ook nog heel veel spullen. Dan heb ik een prullenbakje gekocht bij de Sligo. En hier ligt een stuk van de la. Want ik heb die dus, nou, die is dus kapot van de IKEA. Ik had namelijk een nieuw kastje besteld bij de IKEA. Alleen één lade is dus kapot. Dus die moet nog eventjes gemaakt worden. Gedroogd bloemen staan en geurstokjes van mijn vriendinnen gekregen en een kaars van de IKEA. En in de verschillende lades, ja, heb ik gewoon... Ik weet niet eens wat er allemaal in zit. Oh ja, hier zit schooldingen in en ondergoed. En daar heb ik nog wat handdoeken liggen en mijn muts en allemaal dat soort dingen. En hieronder heb ik dan mijn steltang. En dat soort... Maar dat moet ik allemaal nog een beetje indelen. Dus dat is wat er ook nog moet komen in mijn kamer. En dan heb je hier weer de spiegel. Dus dat is mijn kamer. En ik zit dus helemaal op zolder. Dus ik heb helemaal mijn eigen plekje. En dit was ook het einde van de house tour. Dus als je nog vragen hebt over spullen, laat het zeker achter in de reactie. Ik ga ook weer weekvlogs maken. Dus als je dingen heel graag wil zien of hoe doen wij dat of je hebt vragen, laat dat zeker achter in de reacties. En dan ga ik dat proberen in de weekvlogs te beantwoorden. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als je dat vond, doe zeker een duimpje omhoog. En dan hoop ik jullie heel snel weer te zien bij een nieuwe video. Doeg!